de niet-residerende ambassadeur van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, Abdullah Mohammed Al-Sayhani, heeft afgelopen zondag zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi op het presidentieel paleis. De ambassadeur zetelt in Venezuela, maar zal vanaf nu zijn diplomatieke missie ook in Suriname voortzetten. Tijdens de ontmoeting is er gesproken over een aantal zaken betreffende de samenwerking tussen Suriname en Saoedi-Arabië. Recentelijk heeft de president geparticipeerd aan de CARICOM Saoedi-Arabië Summit, waar er ook samenwerkingsmogelijkheden zijn besproken. Het cybersecurity incident Response Team Suriname maakt zich ernstig zorgen over de voortdurende privacy schending in Suriname. Het schijnt tegenwoordig een trend te worden van verschillende instanties om persoonlijke gegevens van individuen te plaatsen op verschillende sociale media platformen. Deze inbreuken leiden niet alleen tot ernstige privacy kwesties, maar resulteren ook in zorgwekkende gevallen van identiteitsfraude. Het bedrijf benadrukt met klem dat het publiceren van identiteitsgegevens ook het risico vergroot dat individuele accounts het doelwit worden van hackers. In het district Nikeri worden in diverse resorten aanvoerleidingen opgeschoond in opdracht van het ministerie van LVV. De aanvoer van het gebied Wasima, Waldek, Sidoregio en Margaretenburg, die van Groot Henaarpolder serie 13 tot en met 18 en die van Quarantijnpolder krijgen een schoonmaakbeurt. Ook de Ukugsluis, als ook de aanvoerleiding de Europolder Noord serie 4 worden door de gecontracteerde aannemers aangepakt.